Voor zowel het MULO-eindexamen als voor het toelatingsexamen VWO-HAVO NATIN zijn dit schooljaar de hoogste slagingspercentages geboekt. Voor het eindexamen MULO zijn van de 5.780 kandidaten 3.384, welke neerkomt op 58,5% direct geslaagden. Na herexamen zal dit sowieso hoger liggen. In 2018 en 2019 kwamen totaal landelijk geslaagden voor het MULO-eindexamen op 60%. Voor het VWO slaagden dit jaar 28,3%. Vorig jaar waren dat nog 17,5%. Voor HAVO slaagden 10,1%. In 2018 waren dat nog 9,5%. En in 2019 was het 8,1%. Voor het NATIN 43,2% geslaagden. Het vorig jaar waren dat 27,8%. Aan het MULO-examen hebben landelijk 5.780 leerlingen deelgenomen en aan het toelatingsexamen 9.619. Vorig jaar hadden er 5.815 leerlingen deelgenomen aan het MULO-eindexamen. Dit jaar hebben 2.000 minder leerlingen deelgenomen aan het toelatingsexamen. In 2019 waren dat in totaal 11.541 leerlingen. En dit was TBN Prime Alert van dinsdag 8 september 2020. Heeft u nieuws, dan kunt u bellen, sms'en en of appen op het telefoonnummer 87-493. E-mailen kan naar tbnprimealertapenstaartradiotrisjoel.com. Bedankt voor het willen kijken en graag tot morgen.